Vind je dat lekker om gekriebeld te worden? Ja, op zich wel. Ja, en dan is het deze hier zeker. Ach, die arm. Liever niet daar eigenlijk. Echt niet? Nee, gewoon in mijn nek, voor mijn rug, maar niet hier. Ja. En jij? Ik vind het sowieso nice. Vooral als iemand iets langere nagels hebt. Dat is echt geweldig. Ja. Zie je mij wel als een persoon waar je bijvoorbeeld op zou kunnen vallen of zo? Jawel. Ja? Ja, zeker. Mag ik kus? Ja, natuurlijk. Ik heb echt nog nooit met iemand gezoend die ook een top... Ja, trouwens wel. Ja. Maar niet dat ik het voelde. Nee? Nee. Ik heb ook zo'n ding met trilfunctie. Oh. Zo'n vibratietongpiercing. Uh-huh. Ja, die ken ik. Oh ja? Ja, ik heb ze nooit gehad, maar ik ken ze wel. Ja, precies. Ja. Nou, dat werkt wel, hoor. Maar dat werkt wel, ja. Doe dat daar. Oké, let's go, ja. Yeah. Stefan, doe alsof je een verleider bent. Je hebt 1 minuut om Kimberly te versieren. 3, 2, 1, start. Oké, het lukt me wel, sowieso. Nou, gelukt. Ja, toch? 10 seconden. Ja, joh, ik ben vet goed. Zo. Lekker warm. Zo. Oké, ik heb een vraag. Ja. Als wij bijvoorbeeld wel een match zijn, hè? Ja. Wat denk je dat het verder gaat doen? We wonen natuurlijk ook best wel ver van elkaar vandaan. Ja. Ja, ik zou wel gewoon echt... letterlijk huisje, boompje, beestje gewoon... Ja, precies. Willen. Oké. En jij? Het is natuurlijk wel die afstand. Ja. En dan moeten we inderdaad gewoon tijd zouden we voor elkaar moeten maken. Als we wel bijvoorbeeld verder gaan en zo. Vind ik het sowieso wel de moeite waard om je bijvoorbeeld op te halen of zulke dingen en zo. Daar heb ik echt geen problemen mee. Oké. Maar dan moeten we bijvoorbeeld wel inderdaad de volgende dag of zo vrij hebben. En dat je inderdaad bij mijn pit of zo, zoiets, weet je. Ja, precies. Als de wil er is, dan komt dat wel goed. Dat dacht ik ook wel. Oké, leuk. Ik had, wat ik al zei, het niet verwacht dat het... dat ik zo iemand als jou zou krijgen. Die het echt zo met die persoonlijkheid zou matchen en zo. Het is ook volgens mij wel lastig om zo iemand te vinden. Die een beetje, zeg maar, net zoals mij is. En ik hoop wel echt dat er bijvoorbeeld wat leuks uitkomt. Ja. Ja. Ja, idem dito. Nou, toch? Ja. Wij zijn gewoon fucking goed, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, wel hè? Ja. Ja, ik ben ook echt wel benieuwd gewoon hoe het gaat lopen en zo. En, Oh my god. Ja, dat zat eraan te komen natuurlijk. Ze moeten weg bij dat glas. Hup, ga weg. Oh, jongens, toch. Nee, ik vond het wel superleuk van je. Ja? Ja, zeker weten. Nou, gelukkig.